Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah van Boort en welkom op dit kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een nieuwe shoplog en dit is niet zomaar een shoplog, maar dit is een Shein shoplog. Deze shoplogs vinden jullie volgens mij echt geweldig, want ze worden altijd super goed bekeken en ik vind het zelf ook altijd heel leuk om te maken. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet op mijn kanaal te abonneren en de notificatie op aan te zetten. Hierdoor blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats en hoef je dus geen één video meer van mij te missen. Als je zin hebt in de video en bent benieuwd welke items ik allemaal heb, vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te laten. Laten we maar snel gaan beginnen. Voor de mensen die het merk Shein niet kennen, Shein, Shein. Volgens mij heet het officieel Shein Site. Dus het is Shein, denk ik. Maar dit is een webshop. Mega goedkoop. Maar het is altijd net tricky van, zit het goed? Is het goede kwaliteit? Ja, op een plaatje ziet het natuurlijk perfect uit. Maar hoe ziet het er nou echt uit? En daarom heb ik voor jullie vandaag een grote shoplog. Laat het mijn mening weten. Ik ben over het algemeen echt heel erg te spreken over de prijs-kwaliteit verhouding van Shein. Je kan natuurlijk niet echt mega goede kwaliteit verwachten voor de prijzen die je betaalt. Dus ik geef gewoon een eerlijke mening over, ja, gebaseerd op de prijzen die je ervoor betaalt. Wel gewoon leuk om te testen. Vooral voor de jongere meiden, weet je, dat je gewoon minder geld hebt uit te geven. En je wilt er toch gewoon trendy en leuk uitzien, is dit echt gewoon, perfect. Ik heb echt, niet normaal, 2 van zulke dozen. Laten we gewoon beginnen. Mega zwaar. Wat ik altijd het leukste vind te doen voor een shoplog is dat ik gewoon een item pak. Dit aan jullie laten zien en gewoon meteen aantrek. Jullie ook een mening over de maat en alles kan geven. Ik krijg vaak de vraag hoe lang ik ben. Ik ben zelf 1,70, dus kan je daar een beetje rekening mee houden. En sowieso neem ik met dit soort websites meestal altijd een maat groter. Want het valt altijd klein. En ik heb liever dat iets een beetje oversized valt dan dat het gewoon te klein is. Want dan heb je er gewoon letterlijk niks aan. Maar we gaan hem lekker openen. Als je zelf iets wil bestellen, kan het ook met mijn kortingscode. Die staat hier in beeld. En dan kan je met 15% korting bestellen als ik het goed heb. Dus ja, het is allemaal mega goedkoop. En met deze kortingscode krijg je nog meer korting. Dus vergeet zeker niet de kortingscode te gebruiken. Alles staat in de beschrijving. De linkjes van alle items, mijn maten. Dus dat ga ik allemaal niet in de video zeggen. Dat allemaal in de beschrijving kan je er allemaal vinden. En vergeet zeker niet via de links te bestellen. Het eerste wat ik eigenlijk zie is deze doos open. Dat zijn vooral, denk ik, schoenen en tassen. Dus ja, daar gaan we mee beginnen. Heb ik hier. Oh ja, dit zijn sneakers. Dit zijn witte sneakers. En ik vond deze er echt heel leuk uitzien. Ze hebben dus ook schoenen, tassen, accessoires, echt alles. Dit zijn de sneakers. I like it. A lot. Ik had deze in maat 39. Ik heb meestal maat 38 met schoenen. Maar eigenlijk altijd als ik iets online bestel op zulke websites doe ik dit dus een maat groter. Dus ik ga ze even passen voor jullie. Ik vind ze er in ieder geval wel echt super leuk uitzien. Oké, jongens. Hier komen ze op de kwaliteit. Ik probeer mijn schoenen erin te doen en ik trek hier aan en ik trek dit kapot. Dus trek niet hier aan om je schoenen in te doen. Laat dit gewoon in zijn waarde. Maar de maat is wel goed. De maat is eigenlijk perfect. Ik weet niet hoe ik dit ga laten zien. Maar ze zitten in ieder geval aan. En ze zitten wel heel goed. I like it. Ik ga ervan uit dat de andere schoen ook goed zit. Dus ja, een tip. Neem een maat groter en trek niet aan de lus als je je schoen erin wil doen. Gewoon een trendy leuke schoen. Ja, ik vind het leuk. Dan het volgende wat ik zie is een trui. Ik heb lekker natuurlijk winter en herfst dingen besteld. En dit is een paars trui. Oeh, en dit voelt wel heel zacht aan. De kwaliteit voelt oprecht beter dan wat ik had verwacht. Het is heel zacht. Dus dat is heel lekker. De maat ziet er ook goed uit. En ja, ik vind het gewoon leuk. Gewoon even een kleurtje als trui. Dus alright, trui is aan. Ik vind hem echt, ja, het perfecte model eigenlijk. Het is niet echt een cropped, maar ook niet heel lang. Dus het is eigenlijk een perfecte, ja, gewoon een normale trui. Ik vind het heel leuk met de gouden sieraden. Daar komt de paars echt leuk in terug. En hij is echt mega zacht. Het is echt
je wilt mij gewoon knuffelen als ik dit aan heb. Dus ja, dat vind ik echt een hele leuke trui. En die mouwen zijn leuk zo. Gepoft hier, een beetje wijd en wijd. En hier wat strakker. Dan, het volgende wat ik zie, is een tasje. Ik heb echt een obsessie voor tassen. Ik weet niet wat het is. Meestal de mensen hebben gewoon één leuk tasje of zo. En die vragen ze, maar ik heb echt zo een obsessie met tassen. Ik hou er echt van. Ik heb gewoon een tas, kan zo je outfit maken. En ik heb echt veel te veel tassen. Ik ga er ook een paar op United op Vinted zetten. En ik heb er nu weer één. En deze, oh my god, dit vind ik echt amazing. Kijk hoe leuk. Met gouden details. Oh my god, I love it. Ik kan de tas dus zo dragen dat hij zo zit. Ik vind dit altijd heel leuk. Maar je kan hem dus ook. Je kan hem dus ook zo maken. En dan kan je hem gewoon zo dragen. Dat is ook leuk. Ik vind het echt super cute. Heel leuk met die goud. De details. De kwaliteit ziet er ook goed uit. En hij is lekker ruim van binnen. Dus dat is altijd chill. Ik vind het printje ook zo leuk. De laatste tijdje ziet het echt mega veel voorbij komen. Het volgende item is volgens mij een jas. Dit is in een crème beige kleur. Oh, I love it. Vind ik heel leuk. Dit is echt een soort... Ja, hoe noem je dit soort stoffen? But I like it. Voor de mensen die mij volgen, die weten echt dat ik van jasjes hou. Dus deze kan weer bij de collectie. Ik weet niet of het per se echt dus staat op deze trui. Niet echt. Maar het is wel echt heel leuk. En ik vind de kwaliteit ook beter dan wat ik had verwacht. Want op de foto's van de reviews zag het er dus minder mooi uit. Maar ik vind het dus best wel leuke kwaliteit. Best wel goede kwaliteit. Zo is het model. Je kan hem dus ook natuurlijk gewoon dicht dragen. Maar het is ook een leuk jasje over iets heen. Ik vind het niet echt per se leuk staan op deze trui. Maar gewoon een rustiger shirt of minder heftige kleur eronder. Dat vind ik wel leuk. Dus ja, het jasje vind ik heel leuk. Maar op elkaar vind ik het niet leuk. Oh ja, heb ik hier een hele grote truijurk. Dit is een trui, een hoodie eigenlijk. En deze is zo groot, hoort zo groot te zijn. Dat je hem echt als jurk kan doen. En dat vind ik zo leuk met over de knie laarzen. Maar dit kan je ook gewoon lekker thuis, als je gewoon lekker een dikke trui aan wil doen, aandoen. Deze heeft dus deze print. En van achter ook een hele gave print. I like it. Dus ja, die ga ik even aantrekken. De trui is aan. Hetgene waar ik eigenlijk bang voor was, is dat hij weer te kort zou zijn. Maar dat is totaal niet het geval. Ja, oké, het is kort. Maar als jij lange over de knie laars aan hebt en gewoon een panty aan, vind ik dat dit prima kan. Maar gewoon een trui voor lekker thuis, met je chillen. En als je het combineert met hoge laarzen en een panty, vind ik dat het prima kan. Dus I like. Wat ik hier dus inderdaad vind, zijn de over de knie laarzen. Ik wist gewoon dat ik ze had besteld. Ik heb deze niet met een te hoge hak, want ik wil dus wel gewoon nog een beetje comfy hebben. En je kan ze hierboven aan strikken met een strik aandoen. Aanmeten. Dus ik ga die hierop aandoen. Oké, deze zitten een beetje strak. Dus ik raad je aan. Ik pas ze. Maar ze zitten wel een beetje strak. Dus ik zou, als je... wat maat heb ik deze dan? Ja, maar 39. Ik zou deze echt twee maten groter bestellen. Want deze zitten echt wel aan de strakke kanten. Maar ik pas ze, maar het zou comfortabeler zijn. Al waren ze nog een maatje groter geweest. Oké, jongens, I'm in love. Ja, ze zitten verder echt perfect. Net over de knie. Ja, ik hou er echt van. Net over de knie. Echt, ja, perfecte formaat. En ik vind het zo, want dit stoer en die laarzen maakt het meteen weer echt een soort... Oeps! Huis van Chiquelle. Heel erg. Die laarzen maken het meteen echt een soort outfit ervan. Ik vind het echt heel leuk. Camera viel uit, batterij was leeg. But I like this so much. Ik heb dus vaker van die over de knie
laarzen besteld. Maar die bovenkant was toen veel te los. En het was veel te wijd. En dat strikken hielp niet. Maar ik heb er nu een tijdje in gelopen. En ze blijven gewoon echt goed zitten. Dus dat is super chill. Het volgende item dat ik heb is een jurkje. En dit is echt wel een jurkje voor de herfst, winter. Het heeft namelijk lange mouwen. En ik vond dit printje echt heel erg leuk. Echt gewoon een beetje... Ik kan het niet heel goed zien. Kijk. Een beetje brons, bruinig, geel. En het heeft allemaal leuke rafels. En nou, dit vind ik echt super leuk voor de herfst. En misschien wel leuk met deze overnielaarzen. Dit wordt volgens mij weer echt alleen maar een positieve video. Ik heb het jurkje nu aan. Ik vind sowieso de kleuren echt heel erg leuk bij me staan. Leuk met gouden sieraden. Ik vind dit gewoon zo ontzettend leuk. En cute. En hij is leuk, mooi getailleerd in het midden. Dus dan brengt hij het weer samen. En dan heeft hij allemaal rafeltjes. En ja, ik vind dit zo leuk voor de herfst gewoon, oprecht. I like it. Ik vind sowieso jurkjes echt heel leuk. Voor de herfst en in de winterkant zelfs ook. Ik heb ze nu met de overnielaarzen aan. Ik vind het ook dat het prima kan. Dus je zou er in principe nog een kort broekje onder doen. Dat het minder koud is voor je billen. Maar nee, heel erg leuk. Dan heb ik hier een tas. Volgens mij heb ik echt fucking veel tassen. Want je moet zomaar extra links sturen voor... Als misschien iets out of order is. En toen had ik heel veel tassen gestuurd. Omdat ik dus heel veel leuke tassen zag. Maar blijkbaar heb ik nu heel veel tassen gekregen. En oh mijn god. Ik ben verliefd. Dit is zo leuk. Oh my god. Dit is echt heel leuk. En ik zweer het. De kwaliteit voelt echt oprecht goed. Oh my god. Ik vind dit echt geweldig. En dan zo een... hengsel eraan. Ik heb echt wel het gevoel dat de kwaliteit steeds beter wordt. Want als ik dit vergelijk met een jaar geleden, was dit daar echt niet koop. Kijk hoe leuk deze tas is, jongens. Ik hou ervan. En ik vind hem ook heel leuk om dat zo te dragen. Nou, je ziet het nu niet zo goed op deze jurk. Maar het heeft echt zo'n leuke band zo. Je kan hem natuurlijk ook nog ietsje langer verstellen. Dat is denk ik wel mooier. Maar wat een mooie tas. Ik zweer het. Dit is echt een hele mooie kwaliteit. Het voelt ook echt als heel stevig leer aan. Oh, dit is zo een leuke tas. Gewoon die kleur bruin. Voor de winter en de herfst. I love it. Ik word er zo blij van. Het is echt zielig. Dan zie ik dat ik een baret heb. Die had ik ook besteld. Ik heb dit nog nooit opgehad, jongens. Nog nooit in mijn leven heb ik een baret opgehad. En de reden dat ik dit heb besteld is omdat ik Emily in Paris had gezien. En ik vond het zo cute bij haar staan. Dat ik dacht, misschien staat het mij ook wel. Misschien. Dus let's see. Oké, jongens. Hij is op. En ik vind het eigenlijk nog niet eens... heel verkeerd staan. Ik vind hem nog best wel cute. Het is denk ik gewoon even wennen. Maar ik vind het best wel leuk. En ik vind het ook wel leuk op de jurkje met die over de nielaarzen zo. Hoe cute is deze outfit? I like it. Ik had dit echt niet verwacht bij mezelf. Ik vind het dus nog niet eens heel stom staan. Wat vinden jullie? Let me know. Het volgende is... Oh ja, dit is... een oversized jurk, truijurk ook. Deze is gewoon helemaal zwart. Dus die ga ik ook maar gewoon aandoen. Dit staat denk ik ook leuk op de overnielaarzen. Nou, dit is ook echt een superleuk jurkje. Hij zit heel goed. Je ziet dat het buiten al wat donkerder is geworden. Dus daarom is het hier ook wat donkerder. Maar deze lengte is net even wat langer als de andere dingen. Dit is ook heel leuk met die overnielaarzen. Je kan er ook nog een leuk riempje aan toevoegen. Of een leuk tasje bij doen. Dat vind ik altijd leuk aan basic dingen. Dat je het lekker kan opfleuren met andere accessoires of jasjes. Leuke kettingen. Dus dit is echt een superleuk jurkje ook. Echt, ik heb allemaal jurkjes en dingetjes. Joh. Deze staat hier denk ik ook heel leuk op. Heb ik hier...
niet nog. Oh my god. Hoeveel tassen heb ik? Het gaat echt helemaal nergens meer over. Wow, deze is echt huge. Ik had niet verwacht dat deze tas zo groot zou zijn. Oh mijn god. Ik denk dat ik het persoonlijk leuker vind om de tas zeg maar zo te dragen. Alsof die zo hoort. En dat je hem dan maar gewoon dan zo kan doen. Als handtas. En dan dit eraf te halen. Ik weet niet, ik denk dat ik dat gewoon leuker vind bij een outfit zo. Dan dat ik hem echt zo om me heen doe. Daar vind ik hem iets te groot voor. Ik denk dat ik hem leuker vind om gewoon zo als tas te doen. Dit is wel heel erg plastic, voel ik. Maar ik vind het wel echt classy of zo. Ik weet niet, ik vind het wel leuk. Maar ik denk dat ik dit lange touw eraf ga halen en dat ik hem dan wat leuker vind. Maar ik heb ook nog een Spencer. En ik weet dus niet of mij dit gaat staan. Heb ik daar ook een blouse bij? Ja, ik heb een blouse en een Spencer. Dus eerst gewoon een witte basic blouse. En daarop zo'n Spencer, wat je dus heel veel ziet. Dit was vroeger voor de nerdies, maar dit zie je dus tegenwoordig ook heel veel. Dit vind ik echt leuk op een rokje of zo. Alright. Ik ben hier echt heel enthousiast over. Dit is normaal iets wat ik niet snel zou aantrekken of bij mezelf vind passen. En ik vond juist, omdat ik het zoveel overal zag en ik het zo leuk vond staan bij iedereen, dat ik dacht, get yourself over it, try it. En misschien is dat het je wel mega leuk. Nou, dat is het geval. Ik vind het me echt zoveel leuker staan dan ik had gedacht. Ik heb het gewoon lekker een beetje mijn stijl versierd met die sieraden. En ja, dat maakt het helemaal leuk. Dus ja, ik vind het echt super leuk staan bij mij. Ik heb het nu op dit rokje. Ik vind dat niet per se leuk. Maar ja, ik vind dit echt heel leuk met die kettingen zo en die blouse. En de blouse voelt ook echt van goede kwaliteit aan. Niet verwacht. Dus ja, ik vind het echt super leuk setje. Dan heb ik nog een tas. I know guys. Ik ga over de stromen van de tassen. Ik heb ook echt een paar oude tassen die echt kapot zijn en echt weggegooid kunnen worden. Ik ga er een paar verkopen op Vinted, sowieso. Ik zweer dat de tassen echt beter van kwaliteit zijn geworden. Want deze kwaliteit van de tas voelt ook echt weer heel goed en heel stevig. Het is eigenlijk zo'nzelfde soort tas die ik dus net ook had. Maar dan in het beige. Jongens, hoe leuk is dit? En dit staat ook vet leuk bij dit. Super leuk bij elkaar. Allemaal. Je kan hem iets langer maken. En dan kan hij dus zo. Like it a lot. Ja, ik hou ervan. Het laatste kleding item dat ik heb. Het is hier echt een zooi. Dat wil je niet geloven. Maar dat is volgens mij een body. Ja. Het is een body. Die is gewoon zwart. En die heeft hier bovenin een rit. Oh, ik wist helemaal niet dat het erop stond. En dit staat er op de mouwen. Tekst. Dat wist ik niet eens. Dus die ga ik even aan doen. De body is aan. Ik vind het leuk om dat ritje open te houden. Ja, ik vind het gewoon een leuke body. Hij zit gewoon mooi aangesloten. Ik vind het gewoon wat sportiever. Ik heb nu ook gewoon een sportlegging aan. Gewoon lekker op een sportlegging. Heerlijk. Gewoon lekker stofje om in te chillen. Ja, ik vind het leuk. En hier staat, it's your last baby. En dan als laatste heb ik nog één tas. En dit is een super leuk lila tasje. En ja, sinds de laatste tijd is de kleur, deze kleur natuurlijk helemaal in. Ik vind het ook echt een heerlijke kleur. Ik vind het super leuk te combineren met zwart. Dat het ja, je outfit toch gewoon weer even een beetje leuker maakt. En dit is een super leuk tasje dat je gewoon zo kan dragen. Ja, ik vind dit gewoon meteen je outfit een stuk leuker maken. Hij heeft hier een drukknopje. Deze is niet zo heel ruim, maar wel genoeg voor een telefoon en een camera. Nou, dit waren alle items. Het is hier echt een mega zooi. Ik zal het even laten zien. Tadam. En mijn hele bed ligt vol. Maar dan heb je ook wat. Ik ben echt mega blij met alle items die ik heb. Het is inmiddels buiten wat donkerder geworden. Dus ja, het, volgens mij is het licht een beetje veranderd. Dus sorry daarvoor. Ik ben eigenlijk enthousiast over alle items. Dus eigenlijk, ik heb deze hoge laars eigenlijk een tijdje aangehad. En eigenlijk was de maat
toch wel goed. Dus misschien ja, moest ik er gewoon even aan wennen. Dus een maat of maat, twee maten groter moet je zeker wel hebben. Ik heb allemaal leuke tasjes. Verder heb ik ook leuke jurkjes. Een leuke jas. Weet je, ik heb echt genoeg leuke items. Mega blij mee. Vind je de items nou ook net zo leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Het leuke is dat ik echt een beetje op outfits heb geshopt. Dus bijvoorbeeld die blouse met elkaar. Die hoge laars met die jurkjes en zo. Dus... ja, ik vind het gewoon leuk om een beetje outfits te combineren. Dus heb ik een paar nieuwe outfits erbij. Ik hoop dat ik jullie ook heb geïnspireerd. En wellicht dat jullie misschien denken van, oh my god, ik moet dit echt bestellen. Check de links in de beschrijving. En vergeet dan zeker niet gebruik te maken van mijn kortingscode. Die staat hier, maar ook in de beschrijving. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik wil heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet op mijn kanaal te abonneren. En de notificatiebel aan te zetten. Hier blijf je nou ook altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. Dan hoef je geen één video van mij meer te missen. Ik hoop dat jullie de video net zo leuk vonden als dat ik vond om te maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!